Mijn naam is Johan Judat, ik ben perronbegeleider op station Bilthoven. Goeiedag. Rustig. Ja, goed. Is heavy. In verband met de verbouwing van de ondergrondse tunnel is het gedeeltelijk afgesloten waar je vanaf perron naar buiten kunt. Vandaar dat ik hier sta om de mensen te begeleiden vanuit de perron. En meestal sta ik hier. Waarom? Omdat ik vanuit die kant ook een zicht heb. Dan kan ik ook omdraaien, dan heb ik ook andere inzicht. Nu heb ik hier, als de trein aankomt, dan kan ik ook inzicht hebben voor de uitstappers. En als je van de andere kant de trein komt, vanuit Utrecht, de uitstappers, dan ik ga het gewoon hier. Ik kan de mensen niet in de steek laten. Iedereen weet dat het de verbouwing is. Mensen die zien dat ik hier sta, dan ben ik een gezicht geworden van Bilthoven. Dus dan bouw je sowieso een band. Hij is heel leuk, hij is heel enthousiast en ja, hij is er altijd. De perronbegeleider is, vind ik geweldig, ja. En deze man doet het, ik heb hem nog nooit eigenlijk, hij is altijd, staat hij klaar. Let ook erg op. En dat is natuurlijk heel belangrijk. We zullen hem volgend jaar, als het klaar is, wel gaan missen. Allerleukste is dat ik met plezier naar mijn werk kom en met plezier naar huis ga. Met dankbaarheid van de reacties. Een glimlach 's morgens en een glimlach 's avonds is het op zijn plaats. Dan bereik je veel meer dan chagrijnig staan. Ciao.